Dat was voor mij met die vinger, oh mijn god. Ja, ik denk dat hij eraf moet peuken. Zou het nog te redden zijn, denk je? Denk het niet. Ik heb nog een bite om. Oh god. Infecties, Peet. Aids. Jezus. Auw. Oh, ik heb mijn vinger gewonnen, weet je wat? Ik zet er 2 bar water op. Kuthuis. Kuthuis? Oh. Plasticje, Peet? Mijn mond. Weet je wat nou mooi is? Het is gebeurd 2 minuten. En dat je zei dat je handschoen aan zou doen. Ja, klopt. Ik voelde die dingen langs mijn vingers van je rug. Ik dacht van nee, oh, dat had wel pijn doen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Is het diep? Of... Ja. Ze flesje boven alle kanten. Ja, het zit inderdaad erg diep. Hey yo, een tuin, wie is het? Ik laat Peter even alleen in zijn leed. Probeer daar nog even een filmpje te maken als je de boor weer aan, op kan pakken. Anders stop je even. Kijk, zo lijkt het net alsof je mijn vinger is gescheurd. Ah. Oh. Oh. Maakte net een grapje over dat amputeren, Peet. Ja. Maar als je hem even thuis in mijn tuin op een blok hout legt, en ik pak even een buiteltje, weet je in één keer vanaf? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die rode tegels in je tuin dan nog rooien. Kijk, het bloed er eens uitkomen, jongens. Blijf maar lopen. Ja, blijf inderdaad lopen. Je ziet zo'n mooi straaltje bloed aan de kant. Oh, zo. Bah. Nou, kom op. We hebben al genoeg gebeurd. Uitknijpen, Peet. Ja, inderdaad. Wat doen we bezig? Het is toch nog maar een paar liter wat eruit moet. Ja. Kan ik er nooit veel meer zijn. Weet je. Ga er maar bij zitten. Ja. Helse pijnen. Ja. Je gebruikt wel een beetje veel water zo, Peet. Ja, inderdaad. Hij heeft er geloof ik nou wel, hij is een beetje verveeld, mijn vinger. Ik zal eens even een pleistertje voor je pakken. Oké, gaan we even een pleistertje zoeken voor de Peet. Pleisters. Pleistertje. Oh, wat zie ik hier? Kijk, Classic 20 strip pleister. Ja, dat is kwaliteit hoor. Van Optisona. Sana zelfs. Moet ik ook nog een schaar bij hebben. Die dingen komen natuurlijk niet in handige pakketjes. Schaar, schaar, schaar. Zou je wel aan, van helemaal in de Ja, nou, dat kan ook. Daar sta ik ook volledig voor over. Zie je maar hier een schaar. 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 Hé! Hey. Schaar. Wow. Redding komt eraan hoor, Peet. Daar goed. Waarom krijg je dat niet op mijn telefoon voor? Ik sta er minder fijn. Ik denk niet dat een pleister voldoende is hoor. Nee, ik denk dat we over moeten gaan tot een amputatie. Sowieso een hechting. Ik heb al. Ik kan vragen of mijn zusje even met zo'n nijkoffer langs komt. Dan mag je wel een kleurdraad uitzoeken, Peet. Rood. Hij is vast. Kijk, het is Marijn. Ja, ik moet even doktertje spelen. Nou, hier kan ik nog geen pleister op doen. Oh, god. Ik zal even op de verpakking kijken of het ook voor vleeswonden is.
In het geval van klussende Peters twee pakjes aanschaffen. Hé? Dat ziet er wel leuk uit op camera. En een beetje oranje kleur, hè? Ja. Ja, nee, maar dit schermpje dat verkleurt, is een beetje verkleurd. Dus ik weet ook niet. Als ik even, als... komt er zwart moet uit. Peter is niet helemaal net zo leuk. Daarom kan ik ook zo lang doorwerken. Een minuut en vijf, zo, wat wilde ik zeggen? Een filmpje van 5 minuten en 30 seconden. Ja, dat weet je wat er mooi van te maken. Bloot, overal bloot! Oké, wat? Ah, joh, dat is niks, man. Ja, maar het blijft maar komen. Kijk, zie je? Het weet van mij stoppen. Gewoon een pleister erop. Ja, hier, kijk dan. Ja, nou, daar is een pleister toch voor. Ja. Wel goed plakken. Plakken is het beste. Mag ik hem dadelijk weer afhalen? Mag ik al die haartjes meetrekken op mijn wing? Nou, ik denk wel deze de vrij snel afgaat, omdat je inderdaad bloed als een rund. Rijn! Ja? Waarom wordt de pleister rood? Omdat je anatomisch incorrect bent, Peter. Oh, dat is anatomisch. Ha 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 ha.